terug. I said I get up in the morning slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. Oh, the Israelite. My wife and my kids, they left up in the leash. Darling, she said, I am yours to receive. Whoa. Hey, Per, dit geloof je niet. En die werk? Ruudje is met vakantie. Je bent gek. Nee. Dus als je voortaan wil sparren, dat hij het met mij moeten doen. Joh, daar heeft hij me helemaal niks van verteld. Nee, hij weet het zelf ook sinds gisteravond. Harry? Ja. Heb je mijn rode broek gezien? Ja, gisteren had je hem om. Ja, bedankt. Wat een eikel zeg, wanneer zijn de bezoekuren? Voorlopig mag er nog niemand bij. Wat heeft hij gedaan? Hij zat toch niet in de verdovende drugs, hè? De laatste tijd waren er wel erg veel spullen van de vrachtwagen gevallen. En die lagen bij hem in de kelder. Goedemorgen. Is dat een bevel, Akerslot? Nou, ik zeg alleen maar netjes goeiedag, als dat ook al niet meer mag. Hé, Rakker. Nee, hij heet Rakker. Ja. Zeg, kapper, hoe laat is die buurtvergadering vanavond? Zes uur. Zes uur. En jij zei gisteren 7 uur. Maar Surinamers kijken niet op een uurtje of meer of minder uit. Ja. Vandaar dat die economie ook zo lekker van de grond komt bij jullie, hè? Ja, maar wij kennen geen stress, hè, Rakker? Rakker heet die. Ja. En wat nou stress, zeg. Ik heb nog nooit van mijn leven stress gehad. Al dat modieuze gedoe vandaag de dag. Vroeger had je het gewoon druk. Zo. Nou, 1800 uur, buurtvergadering. En geen minuut later, want ik moet wat eerder weg. Ja? Goed zo. Ga je mee, Rakker? Rakker! Hé, hey, Akerslot. Ja? Ik ga je zien. 1800 uur, precies. Hè? Terry, ja? Heb jij mijn gele t-shirt gezien? Nee, maar je groene, je blauwe en je rode hangen aan de lijn. Ja, maar die passen niet bij mijn broek. Dan trek je er een van die andere 25 broeken bij aan. Hey, verder heb ik druk. Oh man, wat een druk. Maar ik heb het wel even tussendoor hoor, Diego. Alles goed? Ja, een slechte mens gaat altijd goed. Hallo, goedemorgen. Hey, wat doe jij van man? Ik ben vanochtend voor dag en dauw opgestaan om een zonsopgang te schilderen. Ik ben naar de Broekpolder gereden. Koeien, dauwdruppels op het gras, opkomende zon. Ja, kijk maar eens goed, Ken. Zo ziet nou een zonsopgang eruit. Hey, Fer, ik weet heus wel hoe een stille zonsopgang eruit ziet. Ja, als je terugkwam vanavond, je stappen zeker. Hé, hey, is mooi, man. Ja. Cool. Je ruikt gewoon de koeienstrand. Dat is interessant, joh, kunst kennen. Je hebt gewoon een scheet gelaten. Ik? Ja. Hoe kom je daar nou bij, man? Ja, en toch ruikt het wat, hoor, jongens. Ja. Kijk jij zonder je schoen? Niks. Ik ook niet. Oh. Naar buiten! De vloer is net gemopt. Ga jij een beetje om te lachen, zeg? Moppen die allemaal. Hé, Fer, de slavernij is al een tijdje afgeschaft. Ja, maar dat betekent niet dat jij tot in de eeuwigheid op je luie kent kan gaan zitten. Oké, baasje. Hij is niet op mijn stoel! Begrijp je nou waarom Turkse mensen hun schoenen in huis uitdoen? Voor hygiëne. Ja, en toch heb ik liever dat jij je schoenen aanhoudt. Gek, hè? Hé, hey, pak een stokje, dan kan je het ertussen uitplassen. Het lijkt wel alsof iedereen hier in de buurt de hand heeft, jongen. Ja, precies. En dat ze dan die stondmachines uitgerekend voor mijn deur moeten laten kakken. En de baasjes, weer niet de beestjes. Oh ja, nou, ik heb nog nooit een baasje voor mijn deur zien hurken. Hey, maar even serieus, weet jij een stukje groen hier in de buurt? Dan moet je de beesten dan uitlaten. Ja, tussen de stoeptegels. Het wordt echt te gek, hoor. Er moet echt wat dan gebeuren, die hondenpop. Ik zet het op de agenda voor de vergadering van vanavond. Ja, als al die mensen hun honden nou gewoon in hun eigen tuin laten poepen, dan is er toch helemaal niks aan de hand. We wonen hier in de Watergeusstraat. Hier hebt niemand een tuin. En zeker niet zo'n voetbalveld als bij jullie thuis. Voetbalveld? We hebben een golfbaan, hoor. Hé, hey, dat is mijn t-shirt. Ja, die staat heel goed bij deze broek. Dankjewel. Als je daarbij kan lezen, zeg maar, dat kattenriool. Maar goed, ik wou het toch nog even over die hondenpoep hebben. Best schoon of, hè? Ja, nee, ik bedoel, er moet echt wat aan gebeuren. We gaan er toch over praten vanavond? Jawel. Maar dan wil ik wel gelijk met een voorstelletje komen, begrijp je? Ah, goed idee. Wat dacht je van een bord?
Precies. Er moet gewoon aan boord komen, verboden te scheiden voor honden. Sapelijk en bonjour. Waarom? Kakken zonder douwen. Weet je, ik heb laatst een glaasje gedronken met een hele leuke dame van de deelgemeente. Dus misschien dat alsjeblieft niet zeg, voordat de deelgemeente, de bewonerscommissie, de schoonheidscommissie, de gemeenteraad en de wethouder het daarover eens worden, is het hondenras reeds lang uitgestorven. Het gaat toch maar om een eenvoudig bordje? Als het eenvoudig is, duurt het nog langer. Nee, zo'n bordje moet zo te regelen zijn, joh. Makkelijk geluld, vriend. Bagage spullen geen raadjes, hè? Hé, hey, als we het nou eens zelf regelen. Zelf. Dat is jatten. Ik zie het meer als recyclen. Nou, dan moet je me dat toch eens uitleggen. Hoe ruut je misschien ook de gevangenis niet in? Ja, kijk, de hele stad, hè, die staat vol met borden die best een betere bestemming kunnen gebruiken. Huh? Ruiterpaden bijvoorbeeld. Hè? Je hebt toch geen bord nodig om aan te geven dat een ruiterpad is? Oh, nee. Ja, en die paarden kunnen toch niet lezen, toch? Nee, inderdaad. Oh, en daar wil jij dan een bord voor maken voor hier in de straat? Hé, hey, heb je doei. Je begint al wel aardig te leren, vriend. Dames en heren, stilte alstublieft. Ja, zitten. We zijn begonnen. Zeg ik toch. Dames en heren. Ik heet u van harte welkom op deze bijzondere buurtvergadering. Ondanks de geringe opkomst hoop ik alsnog dat we met z'n allen vruchtbaar kunnen worden. Yes! Yes! Hij is vruchtbaar! Hij is vruchtbaar! We beginnen met punt 1 van de agenda. Het gaat over de speelplaats van de kinderen. Ja, en ik wil het eerst eventjes hebben over de geluidsoverlast. Nee. Dat is punt 3, Akerson. Nee, niks ervan. Die Turk hier op nummer 59. Die heeft altijd zijn raam openstaan. En die klerenmuziek, die is tot in Istanbul te horen. Er woont helemaal geen Turk op 59, maar een Irakees. Nou goed, dan is die klerenmuziek tot in Bagdad te horen. Maar ik eis gewoon dat het hier in deze buurt... Straks aangesloten. De muziek is punt 3. Ja, maar nee, niks ervan, niks ervan. Dit is belangrijk. Het gaat om ons cultuurgoed. Maar even je broodwoning al aangesloten. Anders laten we je verwijderen. Rambo! Ho, ver. Ik verwijder vandaag helemaal niks. Ik ben buiten dienst. Ga nou toch even zitten, aangesloten. Maar je sliep goed. De speelplaats. Ja, hoe zit het nou eigenlijk met die wipkippen voor de speeltuin? Komen die er nou nog of niet? Ja, die zouden ze vorige week al geplaatst hebben, Rambo. Nee, dan moet je mij niet aankijken. Ik ga niet over die wipkippen. Althans, niet over deze. Hey, gaan ze nou geplaatst worden of niet? Jazeker, in de year 2525. We moeten nog maar eens een brief schrijven naar de gemeente. Ah. Hé, hey, ja, dat helpt. Ja, heeft iemand anders een beter idee? Niemand. Notularis, brief naar de gemeente. Punt 2... De hondenpoep. Ja, maar mensen, luister nou. Ik moet echt wat eerder weg. Dus ik wou het even hebben over die herrie op nummer 9. Mensen, erger dan dit, ken niet. Kan niet. Het kan altijd erger. Juist, het kan altijd erger. Ja, en jij kent het weten, maar je hebt zelfs een poepmachine. Rakker is A van mijn vrouw, omdat ze zich niet meer veilig voelt op straat, ja? Maar en je vrouw kwam nooit op straat? Nee, omdat ze zich niet meer veilig voelt. Maar B, Rakker is zo opgevoed dat hij zijn behoefte ophoudt tot over het bruggetje. Hè, waar is het uit? Kom hier. Ja, ja, officieel moet het natuurlijk in de goot. Hey, daar spelen kinderen, man. Ja, die horen daar niet te spelen. Als iedereen met een hond nou zijn schepje nam en een plastic zak. Ja, maar zie je mij nou al met zo'n zak zeulen? Bovendien, waar moet ik met zo'n zak poep naartoe? Mee naar huis nemen, soms. En de poepscooter, is dat een idee? Dat ding heb ik 1 keer gezien. Ja, op het journaal, niet hier. Hondentoiletten. Kokkie, hebben we een half jaar mee proef gedraaid. Werkte niet. Nee, precies. We hebben ook wel meteen al het pissoirs weggehaald.
Hondentoiletten. Ik bedoel, een hond kan zomaar gewoon tegen een boom zeiken. Als ik dat doe, krijg ik een prent van 60 piek. Hondenluiers. Dat is een prima idee. Opzij, Hassan. Doen we 50-50. Helemaal geen slecht idee. Schrijf je nog de luiers? Ja, leuk. Een pitbull met een luier. Man, schijn er toch uit. Zo komen we toch niet verder. Rambo. Jij hebt toch connecties bij de deelgemeente? Ja. Ik zou natuurlijk kunnen kijken wat ik voor jullie kan doen. Precies, met een harde actie. Meteen de beuk erin. Ik zou een rapportje kunnen schrijven. Ja, nee, zeg, daar schieten we wat mee op. Een rapportje, dat is de oplossing, hoor. Nou, je gaat er wel meteen keihard tegenaan, hè, Rambo? Ja, in ieder geval harder dan jij, hè, Tyson. Nee, maar waar denk je dan aan? Wat dacht je van een poepverbod voor de hele straat? Voilà, ja, natuurlijk. Ja, dat valt te bespreken met de deelgemeente. Ja, maar jongens, luister nou, zo'n hondje moet je toch kunnen uitlaten. Dat kan de gemeente toch niet zomaar verbieden. Ja, maar maak je nou niet druk, Akerslot. Tegen de tijd dat de gemeente eindelijk in actie komt, zit jij al jaren in het bejaardentehuis. Ja, nee, daar zeg je zoiets. Ik moet naar huis, kom op, Rakker, we gaan. Ja, kijk. Nou, zijn we nog steeds niet aan die geluidsoverlast toegekomen. Nou ja, ik hoor het wel van jullie, Rakker. Moet je gelijk weg? Ja, dat heb ik toch meteen gezegd. Maar ja, dat zal jullie allemaal een zorg zijn. Wat Akersloot zegt, dat maakt niet uit. Die kan de boom in. Ja, Rakker, Rakker dan gelijk even tegenaan pissen. Maar jullie horen nog van mij. Ja, Rakkertje, waar ben je nou? Rakker. Als die toch maar niks in mijn zaak gedaan hebt, hè? Zoiets doet mijn Rakker niet, dan steek ik mijn hand voor in het vuur. Ja? En wat is dat dan? Dat is niet waar. Dat is niet van mijn hond. Nee, dat kan gewoon niet. Nee, je hebt gelijk. Die is van de tackle van Tante Annie. Wacht. Wat doe je nou? Je zei wacht. Ik zeg toch niet dat je moet stoppen? Je wilt toch naar het bos? Dat is de andere kant uit. Nee, dat moet daar. Nee, joh, dat is verboden in te rijden. Zo'n bord kan je al helemaal niet weghalen. Ja, leven is gevaarlijk, man. Nee, zoals jij rijdt. Dat is lekker. Trouwens, vroeger mocht hier gewoon inrijden. Zou het nou ineens levensgevaarlijk zijn? Daar, maar. Dat bord met die zak erover. Er zit toch een zak over, dan kunnen we net zo goed even meenemen, toch? Ja, hè? Dat wou ik net zeggen. Hey, schiet nou eens op, joh. Ja, man, die schroef zit hartstikke vast. Ah. Ja, toch dan zelf, man, als je zoveel commentaar hebt. Hey, als je nou maar opschiet. Hé, hey, er komt een man aan met een hondje. Zeg hem dat hij die hond in de rood laat pissen. Hier, pak aan. Wegwezen! Huh? Nou, zeg het maar, wat moet het zijn? Een poepende hond met een rode streep erdoor. Zo'n bord bestaat toch al? Bestaat zo'n bord al? Waar kom je nou mee, gek? Daar zitten jullie hier. Ja, dat dacht ik al. Ik heb overal gezocht. Overal. En mijn stem kwijt. Ik heb geen benen meer. Verrek van de kou. Jeetje, Akerslot, wat is er aan de hand? Ja, dat klinkt als wezen stappen. Mijn Rakker is nog steeds weg. Ja, misschien is hij wel opgevreten door zo'n fundamentalist. Nee, joh, Akerslot. Chinezen, die eten chow chows, maar... Moslims? Nee, moeten helemaal niks van honden hebben, joh. Nou, joh, Rakker is natuurlijk gewoon... de weg even kwijt. En ver kan hij niet komen, hè, op die korte pootjes van hem. Ja, nou even geen grappen, hè, Hassan. Maar kom op, zeg, niet gaan zitten somberen, hè. Die blaffende sauzijs, die komt heus wel weer terug, hoor. Ja. Zullen wij anders even een bakje koffie gaan doen beneden, hè? Ben je wel aan toe, zo te zien?
snap het niet. Ik snap er niks van. Dat, ik kon geen stap doen of dat beestje dat zat op mijn hielen. Geen stap. Ach, misschien is ook er gewoon even een teefje tegengekomen. En dan willen ze nog wel eens een tijdje aan elkaar blijven plakken. Ja, eigenlijk wou ik Rakker helemaal niet. Nee, wat moest ik nou met een hond? Maar ja, mijn vrouw drong zo wel. Dan ga je toch hechten aan zo'n beestje. Voor mijn vrouw is het eigenlijk dat kind dat we nooit gehad hebben. Jo. Nee, echt waar. Nee, wij hadden dolgraag kinderen gehad. Maar ja, dat gaat allemaal niet vanzelf. Nee, breek me de bek niet open. Kijk, en dan heb je eindelijk zo'n beestje. We gaan straks allemaal zoeken. We komen de hele buurt uit, we hangen posters op, we zetten een advertentie. Ik verzeker je, alles komt goed, Gerrit. Dat is nou voor de eerste keer dat jij Gerrit tegen me zegt, weet je dat? Oh ja, joh, aan de slot. En dat klinkt nou zo raar. Hoezo? Ik heet helemaal geen Gerrit. Ik heet Willem. Melk Willem? Ja. Het is natuurlijk geen origineel idee. Maar als ze alle honden nou op de boot naar Afrika zouden zetten, dan zijn wij in één keer van het poepprobleem af en zij van het hongerprobleem. Ken, kan jij even vijf tellen je klep houden? Dankjewel. Zet hem op, Akerslot. Ja, dankjewel. Ik vind het zwaar kloten voor je, Akerslot. Het was een braaf beestje. Je doet alsof hij al dood is. Tot later, Gerrit. Die honden zijn niet mijn beste vrienden, maar die van Akerslot was een genig beestje. Ja toch, niet? Ja, en met zo'n stamboom, hè? Nou, maak zo'n stamboom nou uit. Oh, dan kan je zien of dat ras zuiver is. Geef mij maar een vuilnisbakje, hoor. Laat die beest toch lekker de gang gaan, doen wij toch ook? Wel, maar je kan natuurlijk moeilijk een tackle door een Deense dog laten dekken. Nee, daar heeft die Deense dog een probleem. Hé, hey, het is een knap stukje knipwerk, kokkie. Dankjewel. Hippeknip het, Ferry. Rakker, ja. Daar hadden wij over gebeld, ja. Oh, maar dat is mooi. Oh. Ja. Ik ga doorgeven. Ja hoor, bedankt. Was dat het asiel? Ja. Is hij terecht? Ja. Joepie! Nou, joepie. Wat, gaat het niet goed? Je gaat me toch niet vertellen dat het stomme beest dood is? Nee, maar dat scheelt dus niet veel, hè? Hij schijnt dus vergiftigd te zijn met een stukje worst. Wie kan er nou zo'n bloedhekel hebben aan zo'n beestje? Nou ja, misschien niet aan zo'n beestje, maar misschien wel aan zijn baasje. Dit is het verhaal van Peter en de wolf. Dit is het verhaal van Peter en de wolf. Een muzieksprookje met niet veel woorden, want de muziek vertelt het verhaal. Een muzieksprookje met weinig woorden, want de muziek vertelt het verhaal. Iedere figuur uit het sprookje wordt voorgesteld door... Hé, pas op! Probeer van de boterhammetje klaar, hè? Nee. Luister nou even. Het is mooi Nederlands, kan ik wat van leren. Ja, ik praat al Nederlands. Hé, hey, kom je nou een boterhammetje knabbelen of niet? Dan het eentje. Dat is de hobo. Dan het eentje. Wat is de hobo? Zeilen. Lijkt me duidelijk. Ja, ik hoop wel dat het werkt. Ach wel, ja joh. Kijk, als een Nederlander moet gaan betalen, hè, dan houdt hij zich heel krampachtig aan de regels. Zeg eens goeiedag, Rakker. Krijg je een stukje worst? Even geen geintjes nou, Hassan. Rakker ligt een asieltje op sterven na dood. Rakker. Ja. Lag bij mij op een paar lappen te pitten. Bij mij achter een paar dozen. Hij heeft een hele strip slaaptabletten opgepeuzelen. Joh, alsof je mij nou al aanzet, dat lijkt wel op een zelfmoordpoging. Kijk, nou zal Akerslot niet het makkelijkste baasje zijn.
Maar dat is toch nog geen reden tot zelfmoord? Hé, even uitlaten die hond, hè? Waar moet ik hem uitlaten? Buiten? Nee, in de zaak, Gronchum. Ja, daar krijg ik straks de bekeuring. Ja, kijk, echte wedstrijden boks ik niet meer. Hoofd een beetje stilhouden. Maar voor een partijtje sparren kan je me altijd bellen, hè? Ik bedoel, je moet de body toch een beetje in shape houden. Hé, Kokkie! Even niet ver, ik heb slecht nieuws. Oh, maar ik heb goed nieuws. Nou, eerst het slechte nieuws dan maar. Rakker is overleden. Goeie nieuws dan maar. Rakker is springlevend. Ja, en ik ben Pamela Anderson. Joh, ach. Het was toch een Jack Russell, die hond van Akerslot? Ja. Nou, die man van het asiel zei dat het net voordat ik kwam dat hij was overleden. Hier is het kaartje, Akerslot kan hem daar ophalen. Dat is niet dat Akerslot heeft hem al, hoor. Kijk maar, komt hij. Zeg maar eens netjes, goeiedag. Maar dat is Rakker helemaal niet. Zijn ogen staan heel anders. Ja, hoe zouden jouw ogen staan als jij 12 slaaptabletten op had? Het is toch niet te geloven, hè? Je laat zo'n beestje even zijn gang gaan en dan zit meteen aan de drugs. Ja, de buurt gaat hard achteruit, hè? Ja, niet dan. Oh, braaf is je. Ja. Nou goed, ik zou zo zeggen, ik ga er weer vandoor. Echt bedankt allemaal, hè. Echt bedankt. Echt. En, ja, jij zeker, Hassan. Ja. Nee. Goed. Oh, Akerslot, ja. We hebben iets voor je. Oh, maar och de hond. Ja, overdrijf je nou niet een beetje? Wat is het? Ja, dat is poep. Ja, dat is poep. Dat is niet van de tekkel van tante Annie, hoor. Lieve mensen. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik bedoel, we hebben de hart aan moeten trekken. Maar eindelijk is het al zover. Het bord hangt. Hier ook. Yes, zo. Akerslot, jij als voorbeeldige hondenbezitter. Kan jij die fles er even tegen dan? Oh, nou. Nou, ik moet zeggen, ik vind dat een hele eer. Nou, laat op. Daar gaat hij dan, hè? Ja. Ja, nee, maar nou kunnen jullie wel gaan zitten lachen. Maar ik schrok me wel mooi het apenlazen. Dat kan ik er bijna goed voor zeker. Ja, hoi, van de frisse. Hey Rambo, wat zat je nou? We hebben je gemist. Dat is altijd fijn om te weten, Kokkie. Beminde buurtgenoten, mag ik even uw aandacht. Hebben jullie misschien buiten dat bord zien hangen? Jazeker. Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar kijk, gisteren schrijf ik een rapportje. Vandaag hangt toevallig wel dat bord aan de muur. Dus zeg nou nog maar eens dat de ambtelijke molen is langzaam draaien. Zeg, Rakker, ben je nou helemaal van de pot gerukt? Ja, logisch toch, als je niet meer buiten mag kakken, dan doet hij het binnen. Je moet het opeens echt wel beter opvoeden hoor, Akerslot. Jij dacht zeker dat je me nog een keer kon poppen met de drol van tante Arnie. Nou, dat trap ik mooi niet. Ik ben gekke Gerrit niet. Nee, gekke Willem.